Ja, Dico. Wat moeten we ervan zeggen? Ja, zeg het maar. Mijn eerste goal ooit in de Eredivisie en we winnen. Ja, mooier kan eigenlijk niet. Dik verdiend. Nou, zo zou ik het niet noemen, maar eigenlijk maakt ons dat geen zak uit, eerlijk gezegd. Wat een rare avond. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik denk dat Vitesse wel sterker was, maar dat ze ook niet veel creëerden. Of ook veel lange ballen speelden en wij loerden een beetje op de counter. En op het eind pakt het gewoon goed uit. Ja, wat denk je? 0-0 inpakken, puntje koesteren? Ja, toen nog 0-0 stond, toen dacht ik wel van laat het gewoon 0-0 houden en dan is het punt ook goed. Maar gelukkig schieten nog binnen. Ja. En dat was de dank aan jou. Vertel hem eens, want ik denk die fluit af voor een pingel, maar je priet hem nog netjes in. Ja, dat dacht ik ook. Hij raakte volgens mij de bal met zijn hand, maar Anouar onderschept hem. Anouar Kali op middenveld en hij stuurde mij goed diep. En ik dacht vanuit die hoek dat ik nooit kon scoren, dus ik kap hem af en hij ging liggen en hij raakte de bal met zijn hand. Dus ik appelleer volgens mij nog. Maar daarna, de scheids vloog niet, dus ik ging gewoon door en ik schoot hem erin. Voor iemand die zijn eerste Eredivisie goal maakt, deed je dat vakkundig? Ja, ik heb hem net ook even teruggezien en het zag er wel leuk uit inderdaad. Dat mag vaker gebeuren. Ja, van mij betreft wel, ja. Kijk je eens naar de ranglijst, dan boek je vandaag een hele, hele belangrijke overwinning. Hè? Die manier waarop maak je dan geen zak uit. Maar nee. Ja, kijk naar de plek op de ranglijst en je maakt goed wat je vorige week liet liggen. Ja, inderdaad. Dit zijn net zoals 2 weken geleden hele belangrijke punten. En hopelijk kunnen we het nu een keer wel doorzetten, dat we volgende week ook een goed resultaat pakken. Maar zoals je zegt, is gewoon hartstikke belangrijk voor Willem II deze overwinning.